De meeste rechtszaken die het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer tegen zich kreeg, gaan om bespoedigingen van aanvragen van burgers. Dit beweerde minister Di Nota Forsewijk afgelopen woensdag tijdens een persconferentie over de hoofdzaken die besproken zijn in de regeringsraadsvergadering. Hoewel de minister geen duidelijke aantallen kon noemen, verzekerde ze dat de journalisten de meeste rechtszaken tegen haar departement geen andere oorzaak hebben. De meeste rechtszaken die we eigenlijk binnen hebben zijn... Mensen stappen naar de rechter omdat ze een aanvraag hebben gedaan. Ze wachten 3 jaar, 4 jaar. Ze krijgen geen reactie. Dan gaan ze naar de rechter om het eigenlijk te bespoedigen. Dus dat zijn veel van de rechtszaken. Maar toch hebben we heel een aantal van ze toch kunnen winnen, om het zo te zeggen. Exacte aantal ken ik niet zo uit het hoofd. Maar mijn juridische afdeling, wanneer ik op deze vraag, zeggen dat we wel goed op weg zijn. Dus we proberen om zo nauwkeurig te werken om rechtszaken te voorkomen. Maar de meeste mensen stappen nu eerder naar de rechter wanneer hun aanvragen niet direct behandeld worden. Dus dat hebben we ook laatst gemerkt van oké, er komen heel veel brieven van advocaten binnen. Wanneer je het openmaakt om te besturen van ik heb een aanvraag liggen, ik wil dat het bespoedigd moet worden. Dus vandaar dat het leek alsof er 600, 700 rechtszaken zijn. Maar de meeste zijn gewoon bespoediging van aanvragen van burgers. Minister Forsewijk benadrukte dat de meeste rechtszaken tegen GBB in het voordeel van de staat zijn beslist.